natuurlijk een vorm van verduurzaming, een vorm van minimale grondwerking, die de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staat. Goed, dames en heren, een klein stukje toelichting bij deze machine. Het is de Amazone Cirrus 6001 Active. Omdat hier een stukje actieve grondbewerking plaatsvindt door middel van de rotokoffer. Het is een machine die een werkbreedte heeft van 6 meter. En een vrij grote machine waar ook vlot mee gewerkt kan worden. Vandaar dat er ook een trekkervermogen voor nodig is van minimaal 300 pk. De optimale werksnelheid van deze machine ligt dan ook op ongeveer 10 tot 12 km per uur. De aansturing van deze machine vindt geheel elektronisch plaats vanuit de trekkercabine met de voor Amazone denk ik wel bekende Amatron Plus. Het kastje waarmee ook bijvoorbeeld de Amazone veldspuit en de Amazone kunstmeststrooier kan worden aangestuurd. Voor de rest vinden er allerlei controles plaats in de machine door middel van sensoren en mocht er iets niet kloppen of iets mis zijn, krijgt de chauffeur daar gelijk ook een seintje over. Wat zien we bij deze machine? Hoe is die opgebouwd? We zien hiervoor eigenlijk een rij van 14 banden zitten. Als de machine wordt opgeklapt in transportstand, dan worden 4 van die banden gebruikt om de machine op af te steunen en voor het transport over de weg. Vervolgens zit daar de zaaiunit achter, de zaaimachine achter. Het zijn zaaischijven met een diameter van 46 centimeter. Op die schijven kan een druk van 50 kilogram gezet worden. Dus ook in wat hardere grond of op het moment dat er nog wat gewasresten op het veld liggen, kan er toch op een goede constante diepte gezaaid worden. We zien daartegen die schijven aan zitten, die oranje kunststofschijven lopen. Die zorgen voor de diepteregeling, die kunnen we dus intrappen, kunnen we die verstellen. En die kunststofschijven die zorgen er ook voor dat de metalen zaaischijf schoon blijft en niet aan gaat lopen, waardoor die op een gegeven moment bovenover gaat lopen. Het is een pneumatische zaaimachine met een zaaibak van 3600 liter. Nou, achter die zaaieenheid zit nog een rollenegg voor het aandrukken van het zaaizaad. En ja, zoals deze machine hier staat, is die eigenlijk geschikt om direct bijvoorbeeld een wintergraan en wintertarwe in te kunnen zaaien. Goed, genoeg over verteld. Ik denk dat het tijd is om de machine eventjes te laten werken. Hij zal een gedeelte rijden over hetgeen wat er net met de cultivator is voorbewerkt, dus in het voorbewerkte grond. En hij zal terugkomen in de onbewerkte grond, dus in de stoppel zoals die er nu ligt.